hij dook voor ons in zijn eigen archief voor een terugblik. Iedere zomer is het weer zover. In een periode met weinig nieuws komen de komkommerberichten vanzelf. Ja, ja, de grote vraag is natuurlijk Eppo. Waar komt die term komkommertijd vandaan? Ja, dat is eigenlijk een hele oude term. In de zomer oogste men letterlijk de komkommer. En meer gebeurde er eigenlijk niet. En dat hebben ze op een gegeven moment aangepast. En dat is heel mooi. Zelfs in het Nederlands hebben wij nog kunnen terugvinden. Via Delvers, een hele mooie archiefbank. Het laatste bericht dan zie je in het Rotterdams Patriotisch Blad op 14 juli 1787. Mind you, 1723. 1787. En dan heb je een gesprekje tussen Piet en Kees. En dan is Piet die vraagt wat ze zijn Rotterdammers. En die vraagt dan, maar is er van de week ook wat nieuws van de grote heren uit Den Haag? En dat bedoelen ze natuurlijk mee de regering. Maar die waren op vakantie. En dan zegt Kees, nee, daar heb ik niet veel van gehoord. Dat doe ik niet. Maar je moet denken, het is Rechtervoort in de komkommertijd. En dan staat alles zo wat stil. Dus zelfs toen al was dat een woord. En hoe noemen ze het eigenlijk in andere landen? In andere landen heb je er heel veel termen voor. In het Frans is het la mort saison, oftewel het dode seizoen. Engelsen gebruiken de dull season. En in Amerika is het de dog days of summer. En het gaat echt over, er is niets te beleven eigenlijk in het nieuws. Dus ja, maar de kranten moeten wel gevuld worden. Journaals moeten gevuld worden. Alles moet gevuld. Nou, avondtalkshows moeten gevuld worden. Ja, dus hebben we het over wij het thema. Avond, ja. Jij bent ons komkommernieuws. Nee, jij bent veel belangrijker dan dat. Want jij wilde een lied laten horen van Rudy Karel. Ja, want het is mooi. Het is in Duitsland, dat is de oorsprong waar we aan denken. Gurkenzeit, zeg maar, de Sauergurken. Eigenlijk zure bommen. Ja, en Rudy Karel, die overigens Rudolf Wijnand Kesselaar heette, die bracht in 1980, de man is een groot talent. En die kon, vond ik, dit zo mooi duiden in een kleine definitie in een geweldig lied. Rudy Karel kan het niet laten. Kijk ernaar, kijk ook vooral naar zijn trui. Maar luister hoe hij definieert wat komkommertijd is. Als de UFO's weer gaan vliegen en niks nieuws is op tv. Zelfs privé begint te liegen en de rest doet dapper mee. Ja, als alles rustig is gedijd. Zonder kommer, zonder kommer, toont het monster van Loch Ness zich weer bereid. Ja, dan is het komkommertijd. Ja, en hij kan tijdens het zingen ook nog gewoon een hoedje vouwen, hè? De man is een multitalent. En niet voor niets heeft hij de Nipkoff schrijven. Een beetje alle grote prijzen die er zijn op televisiegebied gewonnen. Ja. Ja. Hoe kwamen al die journalisten eigenlijk aan dat komkommernieuws? Waar haalden ze dat vandaan? Ja, dat is namelijk, als je niks weet te vullen, dan ga je maar op zoek naar wat misschien niet zelf bedenken. Maar je moet heel creatief zijn. Dat geldt voor de kranten nogmaals en voor alles. Dus ze waren heel creatief en hadden de hoop dat er ergens misschien wel iets was wat je kon gebruiken. En iets is ook echt heel klein. Ja, want ik wil even met een paar voorbeelden, voorbeelden kijken. 1954, Polygoon brengt wereldnieuws over autopokken. Ja, nou, kijk maar naar. Het onderwerp alleen al zegt al dat je denkt, ja, dit kan niet echt heel veel zijn. Maar toch, autopokken. Onder de auto's van Amerika en Canada verspreidt zich een merkwaardige aandoening. Onverklaarbare vlekjes op de ruiten. Zelfs specialisten voor ruitaandoeningen weten geen beter advies dan goed inpakken. De waterstofbom schijnt aan het verschijnsel geen schuld te hebben. Volgens sommige automobilisten moet de oorzaak worden gezocht in vliegende schotels, bestuurd door kleine groene mannetjes met nikkelen petjes en een Veluws accent. Nikkelen petjes en een Veluws accent. Ja. We blijven een beetje in sferen van, van buitenaardse wezens. Precies, omdat dat buitenaards is dat heel mooi. Dat zie je ook allemaal toenemen. Er gebeuren allerlei verschijnselen. Alles is oké eigenlijk. En ja, een van de dingen was de graancirkel. De graancirkels in Engeland waren die eens op. En ja, in 1986 hadden we een heel klein graancirkeltje. Daar was niks over bekend. Maar in 1996 explodeerde het. 98 graancirkels, mind you. En het 8-uur-journaal ging er naartoe in 1996 op naar de graancirkel te Zeeland. Cirkels in het graan, ze zijn er weer. Op twee plaatsen in Zeeland. Toeval of niet, als de komkommertijd eenmaal begonnen is, verschijnen er stevast platgedrukte cirkels in het graan. Het is een raadsel. En dat blijft voor het moment toch nog steeds, hoor. Ik zeg, het is een wonder. In de mysterieuze cirkels zou heilzame energie te voelen zijn. Je voelt iets van energie. Wat zoekt u nu? Het is de bedoeling om zo net om de straling te voelen, zogezegd. Een boodschap, een UFO,
Boer en boerin Cornelissens denken vooral aan de schade van 100 gulden die ze hebben geleden. 100 gulden. Ja. Is dat prachtig? 100 ja. gulden schade, maar ja. wel heel veel bezoeker. Heel veel bezoek en de boer was denk ik uiteindelijk heel blij. Iets moois zijn nog de dieren die je hebt. Want daar gaan cirkels en buitenaardse wezens zijn vaak dieren super populair in het komkommernieuws. Dat noemden we vroeger ook, hè, de komkommertijd werd in Nederland ook wel de zeeslang genoemd. En omdat er in de vorige eeuwen zeg maar heel veel over een zeeslang. En we hebben ook een mooie krantenartikel over in het provinciaalse Noord-Brabants Sertogenbosse Courant, 21 juli 1899. En dan wordt er gesproken over de zeeslang. En dat gaat dan in dit geval over de haven in Campbelltown. En ik lees de laatste zin voor wat dan de vissers hebben gevochten met een zeeslang. Hoe het zij, alle vissers zijn het erover eens dat de slang 24 meter lang, 4 meter dik was, een reusachtige rugvin, een hooivorkvormige staart, een vreselijke kop en een schrikwekkende muil had. Nou ja, dat is natuurlijk totale waanzin. Het was nog niet het beeld. Maar god, ja, mensen dachten, dat zal wel. Maar dit was gewoon vreselijk nieuws. Niet per se als een komkopper. Als een komkopper ben je. 24 maar meter lang. Het is, dus wel, het is wel iets met die dieren en vooral met spannende dieren. Ja, wel, daarom, tuurlijk. Want ik weet, 2005, de ja. puma. Oh, ja. De puma op de Veluwe. Ja. Ook hier weer het 8 uur journaal. Dacht, ja, wat moeten we? Moeten we het ook vullen? Ja, dan maar die puma. En we mogen dit journaal natuurlijk niet beëindigen zonder het laatste nieuws over de puma. Tenminste, er is een filmpje opgedoken waarop het dier is te zien. Ja, dit is hem wel, hoor. Zeker weer. Hij heeft een te lange staart voor een kat. Maar ja, het beeld blijft nog te vaag om precies te kunnen aangeven of het inderdaad een puma is dan wel een zwarte panter of een katachtige reïncarnatie van het monster van Loch Ness. Nou, je hoort aan Frieriks al dat hij eigenlijk denkt, nee. Wat moet ik ermee? Dat is natuurlijk de discussie geweest op de redactie. Doen we dit onderwerp? Doen we het niet? Oké, gooi die puma er maar in. Maar belangrijk is, hoe liep het af? Is de puma, was het nou een puma? Nou, 2 maanden later, einde van de zomer, jawel, 8 uur journaal komt terug met de puma. De puma van de Veluwe is weer terug van weg geweest. Maar volgens de laatste berichten is het geen puma, maar een wilde boskat. Het dier, dat inmiddels Winnie heet, werd vastgelegd door een natuurfotograaf. Winnie is een kruising tussen een Europese boskat en een verwilderde huiskat. Ja, we blijven even bij nog een eng dier, de brulkikker. Ja, kijk, dan heb je de puma gehad, precies. Hè, je kinderen maandenlang van de Veluwe gehouden, want er mocht wel een puma zijn. Dat blijkt dan Winnie, de wilde boskat. Maar opeens was er in 1990 was er ook de brulkikker. Nou ja, dat klonk als een heel eng beest. De zeeslang eigenlijk uit die tijd. Nou, daar werd dat ook achter het nieuws, zeer serieuze actualiteitsrubriek. Ik dacht, daar moeten we aandacht aan besteden. Want ook dat programma moest gevuld worden. En dan gaan we naar eigen land en wel naar de brulkikker. Nou willen we het wel eens weten, is die gevaarlijk of niet? Nou, het is iets van Zo, maar dan veel harder. De larven groeien binnen 2 jaar uit tot 15 centimeter grote brulkikkers. Geluidsoverlast en het leegeten van de vijver zijn het gevolg. De brulkikker die heeft een weinig selectief eetpatroon. En dat varieert van insecten tot kleine zoogdieren. Om de pitbullterrier van de Nederlandse waterfauna te vangen, werd de hulp ingeroepen van Ed de Graaf van de Fauna Inlichtingencentrale. U heeft ook gezien hoe groot het beest was. Ik had hem op 15, 16 centimeter. Om de Zwolse superkwaker te vangen, paste Ed de Graaf een nieuwe methode toe. Maar de nieuwe vangstmethode bleef zonder succes. Mooi. Dankjewel. Deze mooie wandeling door jouw archief. Dankjewel, Epo. Dank. De afgelopen weken stond de turnwereld op zijn kop vanwege grensoverschrijdingen.